naar Brussel, want ik heb een campagne waarbij ik mijn favoriete plekjes in Brussel moet laten zien op TikTok. Dus wij gaan dat nu gaan filmen. Het is super warm buiten. Mag gelukkig hebben. Hey. Petjes. Voilà, dus linkje in bio voor de petjes. Let's go to Brussels. We nemen de trein, hè? Toch? Ja, dat is wel makkelijker. Okay. Dus we gaan naar Brussel. Het is wel een leuke campagne, want ik studeer in Brussel. Allee, ik heb 3 jaar gestudeerd in Brussel. Nu heb ik mijn bachelordiploma. Volgend jaar ga ik naar mijn master. En ik krijg heel veel de vraag, wat ga je volgend jaar doen? Waar ga je master doen? Welke master ga je doen? En ik ga niet meer in Brussel studeren volgend jaar. Maar 3 jaar ga ik naar Gent. Heel spannend wel. Ik ga naar de UGent. Ik ga daar de master film- en tv-studies volgen. Wel heel excited voor. En ik ga wel veel meer bij mijn poeletje zijn. Welke insecten haat jij het meeste, Stien? Ik haat echt wespen. Zet daar net een wesp op mijn been. Dan krijg je toch echt de stress ervan. Ik heb ook een beetje van Simon. Waarom? Als je een wesp is, dan ga je direct recht. Maar ik haat wespen. Ja. Vandaag waren er weer een aantal nieuwe bestellingen van Avo en Kado. En ja, die mensen wachten natuurlijk op hun pakketje. Dus moeten wij die altijd zelf gaan maken. Superleuk natuurlijk, maar het is wel een werkje. Het is ook echt een rommeltje. Maar dus, ik ga pakketjes maken. Simon is de labels aan het afprinten die op de pakketjes moeten komen. Let's go. Nieuw ineens. Vroeger was dat toch nooit? Problemen. Mensen die hun huisnummer niet ingeven. Nee, of dat is een website dat niet in orde is. Wat moet ik nu doen? En ook, ik heb ook geen e-mailadres van die mevrouw, dus ik kan die niet bereiken. Hallo, spreek ik met... Hallo, u spreekt met Simon van Avo en Kado. Die had enkele dagen geleden een toteback besteld bij ons. Maar ik zie net dat er geen huisnummer is doorgegeven of doorgekomen op onze website. Dus we kunnen dat niet versturen, dus... Kijk, daar wordt er dus ook bij. Ah. Let's go. Hallo iedereen. Oké. Okay. Het is nog niet opgelost, maar... We hebben sommige mensen wel kunnen bereiken. Dus... Ja. Shout-out naar de klanten die we kunnen bereiken. En dankjewel om te bestellen, Belt. We gaan nu naar een leuk plekje, want we gaan naar de zonsondergang kijken. En ik wil ook nieuwe foto's voor op mijn Instagram. Dus dat gaan we nu even doen. En dan gaan we gewoon genieten, ontspannen. Ik zeg altijd tegen Stien, een paar keer per dag, besef dat wij examens hebben gehad. Dat is zo raar, dat is zo snel ook. En je wordt zo snel dingen gewoon. Ja. En dat is zo kut. Soms moet je even terugdenken aan hoe kut dat was om meer te genieten. Ja, want nu ben je de vakantie gewoon. Maar als je nu terugdenkt aan what the fuck. We hebben wel allemaal met 3 weken geleden zat ik elke dag aan mijn bureau. Dan ben je nu echt wel heel dankbaar. Als jullie de foto's willen zien, check mijn Instagram. Hierna hebben Simon en ik nog een beetje gechilled en dit was dan de video. Het was misschien een beetje een kortere video, iets meer random, maar ja, daarvoor dienen natuurlijk de random vlogs. Alleszins bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!